Hallo, ik ben Arjan. En ik ben Marijn. En welkom terug bij LEGO Dimensions. De vorige keer zijn we met Tigo in een of andere computerspelwereld geweest. En nu gaan we een nieuw avontuur in. Marijn, daarvoor moeten we de poort in. Spring jij erin? Ja. Doe maar, ga er maar in. House. Arthur Jones, the famous explorer. Do you really believe he's seen a mummy? He certainly thinks he has. He said it's after the diamond scarab he found in Egypt. Hey guys, can you check out the old fun fair? That's one of the places the mummy's been seen. Fun fair? Ghost train? Say, Velma, do you think that fun fair has a cotton candy machine? Cotton candy? Let's go! Right behind you, old buddy, old pal! Come on, that diamond scarab sounds like our foundation element. En dan zijn we ineens in de wereld van Scooby-Doo. What do you suppose his mother wants the scarab for? Perhaps his jewelry. What? Different type of mummy, Gandalf. En wat we hier moeten doen, we moeten natuurlijk even uitzoeken. Maar we zien er wel een beetje tekenfilmachtig uit, zie je dat? Onze karakters een beetje een soort tekenfilmstijl zijn. Ja. Goed, vraag eens even waar we heen moeten. Misschien het huis in. Zullen we dat even doen? Zeker. Oh, kijk hierboven. Zie je dat? Hier moet wat gebeuren. En wat gaan we hier doen? Even kijken, hier binnen. Kan ik met een lampje zijn? Oh ja, hier. Oh, wacht. Gandalf moet op de linker dingen staan. Kijk, en nu kun jij met Batarang er tegenaan gooien. Kijk, nu gaat het weg. En nu maken we er wat van. Dus dat betekent dat we. Oeh, is dat daar nog? Ja, die verfkleurtjes. Ja, doe die eerst maar, die andere, die linker, ja. Druk maar een vierkantje, oké. Okay. Die gaan we zoeken. Oh wacht, hier hoor ik wat. Ja, bij jou, kijk eens, daar. Ja, daar. Oh yes, ik heb het eindelijk. Rondje, gevonden. Vasthouden. Ik heb het eindelijk gevonden. Oh nee, indrukken snel achter elkaar. Ik heb het eindelijk gevonden. En hier gebeurt wat. Een portal. Oké, okay, iemand geeft de bloemetjes water. Bloemetjes? Ja, nee, de distels. En hier hebben we zo'n verfding. Oh, dat kunnen we verven. Ja, maar hebben we dan genoeg? Ik weet niet of we dan genoeg hebben. Wat hebben we nog meer voor opties? Weet ik niet. Doe die bovenste maar. Oké, okay. Drie portals. 1, 2, ja, kijk eens aan. En daar binnen nog eentje. Dat betekent dat. Doe. Even. Oh. Zo. Nu staat zij hier. En ik sta. Batman bovenin. Wacht even, blijf er staan. Want jij moet. Je blauw, zeg maar. Ja. Hier is roze. En Gandalf, die staat hier. In op geel. Blauw. Dus wat moeten we nu doen?
Nee, ik sta op geel. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou moet alleen zij moet hier naartoe. En dan veranderen we dit in de verfjes. Oké. Okay. En dan moet Batman op blauw. Die is nu blauw. Ja, nee, wacht maar. Is goed zo? Oké. Okay. Even kijken hoe de kleuren moeten zijn. Ik ga even naar de deur. Even kijken hoor. Want we hebben nodig... Blauw moet in het midden, ja. Rood moet rechts en geel moet links. Zo stond hij al. Dus, Gandalf. Gandalf staat bij geel. Staat op geel. Dan moet jij en dan moet ik naar rood. En dan komt het volgens mij helemaal goed. Zo stonden we net ook. Ja, maar nu moet je die kleurtjes aanzetten namelijk. Die andere was voor de portals en nu staan we goed. Ja. En de deur gaat open. Nou. Nice! The door is open. Ik kan er niet af. Kun je er niet af? Ik weet niet of Gandalf eruit kan. Maar ja, ik ben... die kan aan de achterkant eruit. Ben je het zeker? Ja, kijk. Nee, hij kan er wel wat kapot maken. Maak het kapot daar. Dan ben ik Gandalf wel. Oké, okay, hier is dat. Kijk eens, hier, de deur is nu open. Oké, okay. We gaan daar naar binnen. Oké, okay, die deur die vliegt daar weg. Hier hebben wij iets om op te slaan. Laat ik het even snel doen. Zo. Dan hebben we hier een open haard. Ja, we moeten gewoon even rondkijken, denk ik. Er zijn hier allerlei, waarschijnlijk allerlei verborgen dingetjes. Dus, wat hebben we hier? Een piano. Ik kan hier wat maken. Kan ik helemaal slopen. Ik heb wat gemaakt. Oh, maak maar even. Maak hier een klok. Oh, cool. En dan kan jij wat mee. En daar ga ik wat mee doen. Dus, we lopen erheen en wat gaan we doen? Even kijken of het wel goed loopt. Draaien eraan, zie je dat? Oh, nu hebben we een geheimje ontdekt. Een ratje. Hier kan ik ook nog wat doen, bovenin. Oh, dat is zo'n kaarsje. Kijk eens. Kijk eens, daar hebben we ons ding. Dus, als ik hier nou even zorg voor elektriciteit. En kun jij mij nu eventjes op blauw zetten? Gandalf op blauw? Nee, dat is water. Wacht even. Oh, wacht hier. Ik blus de open haard eventjes. Dat kan. Oh, daar ligt wat in. Juist, kijk voor Batman. Ja, dan ga ik daar even heen. Dan ga ik even... Hier. Oh, hier moet ik even wat mee doen. Dan moet ik even ergens opzetten. Kijk, dan gaat naar boven. Naast die deur daar. Waar? Hier. Nee, daar ben ik. Dat is Batman nou. Wat doe ik nou allemaal? Dat is Batman. Schakel even naar Batman. En dan doe je even je ding. Ja. En dan gaat die deur denk ik open. Kijk eens aan. Dark Knight Rises. Oké, we zijn nu in een nieuwe spookkamer. En laten we eens even kijken of we hier kunnen vinden. Hier weer zo'n beer. Oeh, zag je dat? Wat? Het zwarte dingetje? Ja, dat was een spookhuisdingetje. Het zwarte dingetje was in mijn bed, ding. A shadow. Usually the form of an evil being. Even kijken. Hier is iets, daar zit een kooitje voor. Hierachter, dit moet kapot, in het midden. Hier is wat voor je. Ja, maar dit moet stuk, want hier kunnen we wat van maken. Mag ik dat doen? Ja, doe maar. We kunnen hier, oh. Een draaiding. Doe er meteen aan. Wat gebeurt er? Oh, zie dat schilderij, die heeft zijn oogjes zo. ja. Ja, deed net ook even dit. Oké, okay, kunnen we hier wat van maken? Ja, dat kan. Kijk eens wat ik maak. Iets boven het schilderij. Dan moeten we even blijven aanhangen. Even erin staan en jumpen.
En nu gebeurt er wat. Batman kan daar wat doen. Kijk eens, links. Waar? Daar. Dan gaat die deur waarschijnlijk open. Waarschijnlijk, het is gewoon zo. My glasses. Help. I can't see a thing without my glasses. Nou, tot zover Velma. Kijk, ik heb een dingetje hier onder die citrine. Hier onder zijn Batman dingetje. Kun je hem opmaken? Dat is ook een dingetje. Hier, hoppa, dat komt eraan. Kijk, slinger hem maar eens even aan. Aan die kat. Ja. En links heb je ook nog zo'n ding, zie je dat? Zo'n graf. Nee. Maar links heb je ook nog eentje, die kun je ook nog gewoon open doen. Ja. Aan de andere kant zit ook nog zo'n kat. Oké. Okay. Ga gelijk even heel veel dingen opmaken. Dat is er nog één. En nou is de grote vraag, moeten wij hier wat mee doen? Hierop staan, denk ik. Hier is weer zo'n schilderij met zo'n oogje. Kijk eens, hier ook op staan. Weer die schilderij met die oogjes. Kijk eens wat er gebeurt. Alleen geen Velma meer, die is weg. Velma is opgevouwd. Maar hier maken we het van een hamer. Oh, dat moet Gandalf op zijn plek zetten. Oh, dat is het. Oh, kijk eens aan. Wil je nog meer doen? Hier in de vorm weg en dan. Ja, daar nog een keer. 1, 2 en 3. Kijk eens. En nu kunnen we op zoek naar een verborgen ding. Ja, die hebben we erop gezet. Ja. Dan zullen we even op zoek naar een verborgen ding. Vorige keer vond jij het ook. Oh hier, ik heb het gevonden. Te laat. Ja, maar jij vindt het zo vaak. Dus ja, kijk, zij kan het beter. Zo, komt ie. Hop, kijk eens. Een portal. Superman. Dat is handig. En weg is hij. Nou, laten we eens kijken wat we hier kunnen doen in deze verborgen kamer. At long last, the diamond scarab. Behold! It's time to dispense some justice. Where are we? Is this the basement? Okay, we zijn in de kelder beland. Ziet die Scooby-Doo ook zo'n vloer die naar beneden zakt? Wat gaat hier achterin moet dat kapot? Kijk dan, hier. Hier kan het gebouwd worden. Ik maak dit grote beeld even stuk. Ja, je doet maar. Ik stop dit dan even ondertussen. Dit is wel bijna kapot, ja. En nu maken we het van. Oh, hier hebben we het. Wat? Groot-klein hebben we hier. Dat betekent dat we waarschijnlijk groot-klein nodig hebben straks. Ja, hier bovenin. Kijk eens, hier hebben we zo'n blok. Hier moet wel wat gebeuren. Hé, hey, wil jij nu Waadstas groot maken? Even optillen en neerzetten. Ja, optillen en daar neerzetten, ja. Kijk, nu kan ze het ding oppakken. Kijk eens. Hup. En we hebben er maar eentje nodig. Want die kunnen we natuurlijk, neem ik aan, wel verplaatsen of zo. Dus als ik die daar nu neerzet. Hier zo. Kijk, dan hebben we... Kan die ook weer oppakken? Kijk eens. Ja, die kan ik ook weer oppakken. Goed, dan doen we het als volgt. Marijn. Als je klaar bent, kan je hier ook door. Pak jij eventjes... wie ben jij nu? Ben jij Batman? Ja. Ga maar even daar naar binnen. Hier erin. Ja. Gaan we naar boven. Wacht even in het midden daarboven. Blijf stil. Ja, oké. Okay. Dan. Wacht. Oké, okay, nu naar boven, daar naartoe. En dan naar links. En toen maar naar links. Ja, loop er maar in. Kun je slaan? Kan de boel open? Nee. Oké, okay, dan naar... Daar kan ik wel in.
Oké. Dan naar beneden toe. Helemaal naar beneden. Wachten. Dan moet ik helemaal naar boven. Dan kan ik helemaal naar boven. Zet ik hem hier erin. Dan kan ik helemaal naar boven klimmen en daar kan ik wel in. Ja, niet naar rechts, maar naar boven. Gewoon echt recht naar boven gaan. Want daar kan ik wel in. Oké. Dan moet je eerst naar normaal. Dus dan zet je me, zet me maar in het midden. En doe maar even dat dingetje omhoog. Kijk, nu wordt hij groen. Dan moet je even naar klein. Ja. En dan moet je even, wow, wacht. Waalstaal even naar klein. Waalstaal even naar klein zetten. Yes. En dan zit... Ja. En nu waalstaal naar groot. Oké. En nu kun jij doorlopen naar rechts. Kun je hem zo ook omhalen? Nee, dat kan niet. Je moet echt groot worden. Dus je moet even Batman naar midden, of naar midden doen. Nee, naar midden. Omhalen. Yes. Dan kan ik daarin. Ja, dus dan moet je Batman weer naar klein doen. Dan naar links lopen. En dan moet je onderaan even wachten tot ik dat blokje eruit geslagen heb. Zo. Oké. Die moet ik dan weer daarin zetten. En nu recht naar boven lopen daar. En dan kun je hem daar omhalen. Dit gaat helemaal goed komen. En normaal. En omhalen. Je bent me nog niet goed opstaan. Ja, nu wel. En omhalen. Kijk. Daar gebeurt wat. Mine? Evil usually resides in mine. Daar heb ik wel zin in. Waar is hij? Oké. Goed. De Batmobiel. Zet hem er maar op. Oh, gaat goed? Ja. Ik heb het alleen zo lang niet meer gespeeld. Nee, gaat prima zo, joh. Dan gaan we dan. Kijk. Kunnen we rijden? Zo'n spookhuis erin. Oh ja. The scarab and its powers are mine to control. Let's check what we need to do. Can we steer or so? Oh, you're going to steer. Okay, prima. Steer maar. Als de mummietjes hebben we nog kwijt, hè? Oh, tweede baan. Tweede baan moeten we hebben zometeen. Tweede baan. Daar. Ah, nu snap ik het. Het heeft te maken met waar je de Batmobiel neerzet. Kijk eens. De Batmobiel staat nu op de rechter. Dus nu moeten we... Nee, het staat goed nu. De rechter baan aanhouden zo. Kijk eens. Nu pakken we hem. En we moeten gewoon opletten waar die lampjes zijn. We moeten misschien de Batmobiel straks verplaatsen naar de linkerkant. Hij blijft maar op links zitten. Ah. Nee hoor. Oké, we moeten even goed opletten dat we in elkaar kunnen slaan en beuken. Hier zijn dingen aan de boot. Die kunnen we van maken. Tot niet. Bijna wel. Oh ja, hier. Dit moeten we nu maken. Kijk zo. En dan kunnen we naar boven. Kijk, en dan kunnen we iets aanzetten. Wacht, je moet dat popje ook raken, hè? Oké, wat zullen we doen? Elementen. Ja? We pakken nu de elementen. Wat doet hij? Oké.
Nu is het vraag wat we even moeten doen nu. Oh, daar, hier. Moet wat smelten. Kijk eens. Dit gaat goed komen, bovenin. Zie je dat? Ah, nu is het bijna gesmolten. Ja, nu is het gesmolten. Hier is water. Nee. We hebben water nodig. Oh, water. Gandalf, zit Gandalf aan water? Oh. Ja, bent mij ook goed. Prima. Dit blussen. Ja, blus dat maar. Ja, nu is het uit. Oké, heel goed. En dan. Nu hebben we dat gedaan. Vuur. En dan. Oké, even die andere pakken. Kijk wat dit doet. Hier, portals. En nu kunnen we daar overal staan. Dus we moeten allemaal even naar een portal toe. Oké, dan ga ik naar... Geel. Zet Gandalf eventjes op roos. Zet er ook al. En Waadstaal op blauw. Gandalf staat... Ja, kijk eens aan. Nou, beuk hem even. Oké. Oké, kijk. Nu kunnen we slaan. Nu ligt hij op zijn dings. Ja, nu hebben we hier... Wat is dit? Hier moet wat gemaakt worden. Zit in de grond. Hoe kan dat? Daar kun je niet heen. Dat is de uitgang. Dat mag je niet natuurlijk. Kijk eens, hier heb ik wat gemaakt. En we moeten nu terug naar de elementen. Dus dat gaan we even doen. Ja, zo. Kijk eens. Hop. Die valt nu op hem. Nou moeten we weer naar die portals toe. Ik denk dat we eerst even Lois moeten doodmaken. Kijk, ja. Komt hij weer aan. Gaat hij erop zitten? Als jij daar nou blijft staan. Hop, gaat hij. Wat gaat hij doen? Gaat hij er weer tegenaan beuken? Ja, dat is juist. Pijn. Nou moeten we even wat bouwen daar. Nee, de Batmobile moet. Ja, ook. Ook. Waar is hij? Hup. En kapot. I command you to move. En nu moeten we weer wat bouwen hier. Dit is weer iets voor elementen. Dus. Ga ik naar elementen toe. Oké, dan gaan we weer. We bouwen hier wat. Wat wordt dit? Kijk eens. En weg is die. Dan moeten we denk ik weer heel veel mannetjes in elkaar breuken. Gok ik. Daar zit er achterin. Dat is dat maar nu voordat we verder gaan. Nou, is hij klaar? Nee, nu is hij klaar denk ik. Ja, komt hij weer aan. Oké, nu moeten we weer de portals aanzetten. En dan moeten we naar die andere plek. Dus, dat betekent... Hop, portals. En nu moeten we naar blauw. Zet jij even Batman op blauw of zo? Oké. Daar aan die ster blijft staan, komt hij aan. Hij beukt het dikke pot. En dan ga ik ook... Kijk, nu is dat weer kapot. Nu kunnen we daar... nu moeten we denk ik schakelen naar... Ik denk dat we alvast moeten schakelen naar... elementen. Gok ik. Ik ga hem eerst even... Ja, kap hem maar. En dan moet je even... Plant! Oké, gaan we dan. Eerst dit maken. En dan... planten. Komt ie. En yes. Oh, goodness. I have not seen magic like that in some time. Not magic. They were robotic exhibits from a carnival. Because this mummy isn't a mummy at all. It's the Funfair owner. Vortech. And I would have gotten away with it if it hadn't have been for you meddling kids. Sorry to interrupt, but you guys have found the final foundation element. Head back to the laboratory, but only if you, you know, want to save the entire universe. Yes, trot along, take your tribute. I don't need it. I have your friends. Let's go! Ah, so you're the one helping them, are you, Expo? Now, which dimension did I banish you to? I heard it in here! Then
like, why aren't we running in the opposite direction? Like, dude, that is so freaky deaky. You guys already solved the case? And had the police take away the bad guy? Was it the Funfair owner again? Yeah, that's right. Scooby Dooby Doo. En dat was een mashup in het mysterieuze landhuis. Dit was wel echt een leuke, zeg. Ja. Goed, boink. Dat is een achievement die we hebben gewonnen. We gaan verder met het verhaal. Shut it down. Shut it down. Hey, please, would be nice. Relax, it's already shut down. What's the problem? No problem? Nothing. No. Unless you count Lord Vortec being there. I certainly won't. Yeah, I noticed he was around. Huh. What? Vortex up to something. We need to rescue our friends. Now. Indeed. Well, here's how you make a map where I'm from. I'll use the foundation elements to calculate the dimensional coordinates of Foundation Prime. Let's do this! En we zijn eruit. Scooby-Doo level, wat vond je van Marijn? Heel grappig. Ja, dat is leuk, hè? Lieve mensen, zit er weer op. Volgende keer pak het weer op. Dan duiken we de portal weer in. En dan zien we wel weer waar het naartoe gaat. Jullie bedankt voor het kijken. En tot dan. Bye bye. Bye bye.